Vernissen. Na 9 tot 12 maanden drogen kan er desgewenst vernist worden. Hiermee geef je je schilderij extra bescherming om je verflaag zo lang mogelijk in topconditie te houden. Hiermee bescherm je je werk tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Ook breng je een gewenste glansgraad aan. We hebben Cobra Mat, Satin en Gloss. De vernissen zijn op basis van kunsthars, reukloze terpentine en, bij de mat en satijn, matteringsmiddel. Ventileer je ruimte tijdens het vernissen altijd goed. Voordat je gaat vernissen, is het belangrijk dat zowel de spuitbusvernis en je canvas enkele uren van tevoren in dezelfde ruimte zijn. Zo kunnen ze beiden op dezelfde temperatuur komen. Dit voorkomt condensvorming op je werk. Dit kan na het vernissen een witte waas geven onder het vernis. Houd de spuitbus tijdens het spuiten zo'n 30 tot 40 centimeter van je werk af. Start met de spuitbus eerst buiten je werk en ga zo over je werk heen. Blijf niet te lang op dezelfde plek spuiten. Houd de spuitbus even op de kop tot er geen vernis meer uitkomt. Nu is de cap schoon en kan je deze opnieuw gebruiken. Op dit canvas zie je de drie verschillende vernissen naast elkaar. Linksboven is niet vernist. Rechtsboven heeft een mat vernis. Rechtsonder satin en linksonder gloss. Andere olieverfvernissen kunnen ook op een cobra schilderij. Daarnaast zijn alle vernissen reversibel.